Hallo en welkom beste mensen bij deze match. We hebben hier vandaag iets moois voor jullie. We hebben Sebastiaan tegen Jorrit. Nu, beide spelers zijn wel vrijwel bekend binnen de Poképlay community. Jorrit was lange tijd een van onze jongste spelers. Is nu natuurlijk al een paar jaar gepasseerd. Dus. Maar nog altijd een van onze jongste en een van onze beste spelers. En Sebastiaan, de all-time champion. Dat was een zekere lange periode waarin hij echt wel als main reigning force was binnen Poképlay. We hebben nu ondertussen al wat meer mensen die wat meer competitief ingesteld zijn. Dus het gaat een hele interessante battle zijn tussen... tussen twee gigantische mensen in deze community zelf. Dus ze hebben allebei twee types gedraft natuurlijk, net zoals bij de andere matches. En dan hebben we Dragon en Fighting langs Sebastiaan zijn kant en langs Jorrit zijn kant Fighting en Dark. Dus beide hebben Fightings gedraft en ik denk dat Jorrit nooit Dark kan meepakken. Dark kan redelijk goed zijn tegen Dragon. Maar het probleem is, omdat Sebastiaan zelf fighting type heeft, is dat natuurlijk moeilijk om in te brengen. Dus waar Jorrit voornamelijk op gaat hopen is met fighting tegen fighting te kunnen spelen en met zijn fighting dan ook genoeg met dragon kunnen delen. Nu, genoeg fighting types hebben Ice Punch, dus deze kunnen zeker wel dealen met dragons ook wel. Het is natuurlijk, fighting is een iets meer offensief, iets meer offensief dan defensief type. Dus dat is voornamelijk balls to the walls. Meppen. Nu, we gaan eens kijken naar de eerste match. En we zien hier al direct dat beide spelers hebben gekozen voor fighting type. We gaan eventjes rustig teams overlopen. We hebben Buzzwole. Buzzwole is een hele goede defensive Pokémon. Rocky Helmet, Roost, Toxic. Deze heeft Drain Punch, Ice Punch, Thunder Punch. Deze kan eigenlijk verschrikkelijk veel. En het is een hele goede defensive check. Waardoor dat deze, het enige waar hij moet opletten, is dan toch eventueel die special attacks. En dan eventueel flying type moves. Dan hebben we Urshifu. Dit is Urshifu Water, aangezien Dark geband is in monotype. Urshifu Water, natuurlijk heel goed. Heel goede moves. Stab water moves. Die heel hard hitten. En dan met close combat daar ook nog eens bij gepaard. Dus zeker geen slechte keuze. Want de water move, de Surging Strikes, is eigenlijk een aanval die ervoor zorgt dat deze drie keer aanvalt, maar drie keer ook crit. En dan ook nog eens door Protect gaat met zijn ability. Dus helemaal geen slechte Pokémon. Dan hebben we Glaring Zapdos, ook een nieuwe additie van Gen 8. En waarschijnlijk de beste Pokémon, een van de beste Pokémon om mee te pakken hier in deze Fighting versus Fighting matchup. Om gewoon sterke Brave Birds, oftewel Drill Packs of Duo Wingbeat, whatever, allemaal te doen. En ervoor te zorgen dat deze sterke offensief blijft. Ook sterke U-turns bijvoorbeeld. Dan hebben we Hawlucha. Hawlucha zelf ook een hele goede Pokémon om mee te pakken. Zeker tegen Fighting, altijd al heel scary geweest. Zeker met Unburden en dan eventueel een Sword Dance te spelen. Of Sword Dance, Close Combat, Acrobatics. Acrobatics is eigenlijk voornamelijk het meest enge aan deze Hawlucha. Dan hebben we Keldeo, een van de weinige special attackers binnen Fighting. En dan Cobalion, die zelf ook wel special attacking kan zijn. Met bijvoorbeeld Volt Switch, Flash Cannon, Focus Blast en etc. Nu, ook Cobalion is de beste Fairy Switchen. En zelf ook voor Dragon, voor Outrages. Dus ook helemaal geen slechte brink van Jorrit hier. Dan naar Sebastiaan zijn team zien we Heracross. Heracross, altijd een goede Pokémon geweest. Nu, deze kan Moxie zijn, deze kan Guts zijn. Moxie zorgt ervoor bij elke kill dat deze een attack race krijgt. En bij Guts zorgt ervoor, als die een status krijgt, dat zijn attack zowat verdubbeld wordt. Dus heel hard gaat mappen. Dan, zoals eerder vermeld, Zapdos altijd een goede bring. Dan hebben we Pangoro. Pangoro is een interessante Pokémon om mee te pakken. Deze heeft Parting Shot, is een van de tragere Pokémon fighting types. Maar deze kan nog altijd wel heel hard slaan. Dan hebben we Keldeo. Keldeo altijd een goede bring, zeker in fighting. Met Sacred Sword, die je op defensief kan raken. En dan Scald Hydro, die je op special defensive raakt. Altijd goed. Dan hebben we Gallade. Gallade is eigenlijk ook een heel interessante Pokémon om mee te pakken. Gallade zelf heeft de Psychic type, dus kan zelf de Fighting type resisten. Van de Fighting types hier tegenover. En dan natuurlijk, zoals eerder vermeld, Buzzwole. Buzzwole doet enorm veel werk voor beide Pokémon's. Omdat met fighting type Pokémon, als het in een mirror match is, dan is Buzzwole zowat uw belangrijkste wall om alles tegen te gaan. Nu, dat is natuurlijk behalve voor dan ook bij de Zapdos, de Keldeo en dan ook nog eens de Hawlucha. Dat is wat onmogelijk. Maar we gaan gewoon eens erin vliegen en we gaan eens zien wat er gaat gebeuren.
En we zien de Pangoro-lead samen met de Zapdos Galar-lead. Zapdos Galar is scary, dus we kunnen ineens zien, is deze een Scarf? Oké, gaat gewoon voor de U-turn. Misschien schrik hebben we voor een eventuele Focus Sash. Gaat voor de Parting Shot, wat een heel wilde place, want als dat gewoon op de Zapdos is, dan kreeg hij een Defiant Boost en dan kon het eventueel wel heel snel GG zijn. We zien dan ineens... wat er allemaal net gebeurd is. We zien dan ineens dat de Keldeo inkomt. Keldeo natuurlijk heel scary voor tegenover Buzzwole. Dus Jorrit kiest ervoor om naar Cobalion te switchen. Keldeo gaat voor de Air Slash. Een 4 times effective move natuurlijk op Cobalion, maar niet op... 4 times effective op Buzzwole, maar niet op Cobalion. Sebastian kiest er dan voor om zelf naar zijn eigen Buzzwole te gaan. Met zijn Buzzwole kan hij wel een Volt Switch teken. Maar nu komt de Zapdos in die makkelijk voor een drillpak kan gaan en de Buzzwole neer kan halen. Dus dat is natuurlijk het gevaarlijke. Zapdos is een gevaarlijke Pokémon die gewoon heel het kan blijven drillpakken. En dat maakt het dan heel moeilijk voor uw Pokémon om daar iets tegen te doen. We zien de Gleed met de Zen Hubbub. Toch 51% mist de tweede. We zien dat... gaat voor de Ice Punch om toch de damage in te krijgen. Gaat voor nog een Zen Hubbub. En de Buzzwole is ook weg. Dus beide Buzzwoles zijn meegedeeld. Zijn allebei al neergegaan als eerste. En dan komt de Zapdos toch terug in. En we zien Braveburg van de Zapdos op deze Gleed. Deed zelf een beetje damage natuurlijk hiervan. En nu is het moeilijk natuurlijk om een switch in te vinden. We gaan naar de Keldeo. Keldeo kan misschien een Scarf variant zijn. We zien de Urshifu inswitchen. Een hard switch naar Pangoro. Wauw. Heel mooi double play. We zien hier de substitute van de Urshifu. Pangoro gaat gewoon de close combat. Dus zijn defense en special defense gaan omlaag gaan. Dus dat betekent dat deze Urshifu makkelijk voor een Surging Strikes kan gaan. Nu is Sebastian geforceerd om te blijven op close combat om deze Urshifu zeker niet achter een substitute te laten staan. We zien een Drain Punch van de Urshifu die ervoor zorgt dat deze Pangoro ook neergaat. Keldeo komt in. En Cobalion komt hierop ook ineens in voor de Air Slash, gewoon zeker zijnde dat deze Air Slash geen van zijn andere Pokémon kan neerhalen. We zien Air Slash. En we zien Air Slash van Cobalion ook. Dus de dubbel Air Slash. Wow, leeft nog met 2 HP over. Kiest dan toch voor de Volt Switch te gaan. Om toch zijn Cobalion eventueel te houden als latere sec. We zien de Zapdos Galar inkomen. Zapdos gaat gewoon voor de Brave Bird. Is Scarf. Dus dat betekent dat deze Galar misschien iets anders was. En we zien de KO hierop. We zien Zapdos inkomen. Zapdos tegen Zapdos. En we zien de drillpack van de Zapdos. Deze gaat toch zeker van zijn dat deze gaat neergaan. Nu is het ineens wel heel moeilijk voor Jorrit om hier iets tegen te doen. Want Scarf Drillpack haalt net de Urshifu niet neer, krijgt de Citrus Berry, zorgt ervoor dat hij kan Surging Strike, dus 3 keer een critical hit. En ineens heel wat damage op deze Zapdos. Misschien nog een Aqua Jet hier? Nee, oké, nog eens een Drillpack. Het is nog altijd heel moeilijk natuurlijk voor Jorrit om hier iets tegen te doen. Kies ervoor naar Keldeo te gaan, kan Keldeo eentje tanken en we zien hem tanken. En gaat voor de Scald en haalt de Zapdos neer. Dus zoals jullie zien, Zapdos is een van de belangrijkste Pokémon's hier. We zien Heracross inkomen. Heracross die gaat voor de Stone Edge gaan, is een Scarf variant. Ook heel belangrijk om te weten. En we zien Hawlucha inkomen, die natuurlijk niets tegen de Scarf variant kan doen, maar neutraal, overleeft het, krijgt de Citrus Berry, kan voor de Acrobatics gaan. En Heracross gaat neer aan 4 times effective Acrobatics. Mooie play, er was niet veel dat er kon gebeuren. Dit is natuurlijk heel offensief, dit gaat heel snel gaan. Omdat natuurlijk met deze Zapdossen en dan, ja, het zijn fighting types. Meer kan niet gezegd worden. Dus laten we gaan naar game 2. Alright, we zijn ineens bij game 2 en Jorrit heeft er toch gekozen voor Dark-type mee te pakken. Toch iets dat ik zelf heel wat schrik voor zou hebben. Maar het is hem gelukt, want het is ook tegen Dragon dat hij moet spelen. Dragon natuurlijk ook heel offensief, heel offensief typing. Heeft niet veel resistances, spijtig Rip. Ja, voor example Rip. Altaria, Mega Altaria. You shall be missed. Maar we zullen eventjes teasen over op. We zien bij Jorrit eigenlijk een heel toch decent defense score. We zien dan Sableye. We zien de Mandibus. We zien dan Grimmsnarl voor eventueel screens en fairy typing, dat ook altijd heel goed is. En dan voor defensive play natuurlijk. Niet defensive play is dan de Weavile, de Hydreigon en de Malamar. Malamar superpower. Ook heel scary. Hydreigon kan possible Scarf zijn, om zeker van te zijn dat hij ook met dragons kan dealen. Weavile, natuurlijk met zijn Ice Hooks, heel scary voor dragon types. Mandibus, gewoon defensive wall. En dan Sableye zelf ook met vervelende Will-O-Wisp te spreiden. Dan zien we langs de dragons hun kant, zien we Dragapult.
een hele scary additie in toch een Gen 8. Heeft niet te veel physical moves, maar met een sub Dragon Dance set, met Pentaforce toch altijd heel scary. Multiscale Dragonite, altijd iets goed om te hebben. Die kan Dragon Dancen en ervoor kan zorgen. Extreme Speed, om ervoor te zorgen dat die niet geraakt gaat worden door de Ice Shard van Weavile. Kyurem, die natuurlijk de Ice Resist een beetje levert, maar natuurlijk ook zelf met heel veel offensief, heel veel damage kan doen. Salamence met de Intimidate en zelf voor eventueel Duo Wingbait. Garchomp, altijd een sterke man. En dan hebben we Latios, die natuurlijk sterke Psychics kan afsturen voor tegen Fighting Types. Maar tegen deze Dark Types toch nog altijd goede Draco Meters kan droppen. Oké, we gaan gewoon eens kijken wat hier van deze match wordt verwacht. We zien de Hydreigon uitkomen. Hydreigon tegen Latios. We kunnen ineens zien of dat een van de twee Scarfs zijn. We zien de Aura Sphere van de Latios. Geen mis willen riskeren met Draco Meter eventueel. En we zien de Dark Pulse van de Hydreigon. Haalt de Latios niet neer. Maar dat betekent eventueel dat de Jorrit wel gaat moeten switchen. Omdat deze Latios toch sneller is. Kies voor naar de Sabo te gaan. Terwijl dat Sebastian een play maakt om naar Dragapult te switchen. We zien de Toxic. Maar de Toxic mist. En de Draco Meter van deze Dragapult. Dus deze Sabo is geforceerd van eventueel te recoveren. Om er zeker van te zijn dat hij toch nog in beurt kan meespelen. Kies er toch voor om te switchen, dus misschien toch geen recover. We zien de Grimmsnarl inkomen. En we zien de trick die ervoor zorgt dat deze Grimmsnarl een choice card krijgt. Maar nu in plaats van... En nu krijgt de laatste dus een choice band. Dus deze Grimmsnarl was al choiced. Dus zeker niet slecht. Kan zeker voor twee keer voor een spirit break gaan. We zien Duo Wingbeat waarschijnlijk ook een band set. Toch heel wat damage kan leveren. 44% zelf met de multiscale is vrij decent damage. We zien Duo Wingbeat weer eens uitkomen. Dat betekent dat Weavile nu kan uitkomen en makkelijk voor een Ice Shard kan gaan. Omdat deze Dragonite zelf banned is. Dus ik zou zelfs niet voor Ice Shard gaan. Ik zou eigenlijk voor een... kiezen voor de Sword Stance te gaan. Kan die deze een knockout halen met de Dragapult? Haalt een knockout op de Dragapult? Inderdaad, ja. Nu is er natuurlijk de switch in, is de Kyurem. Dus Kyurem moet een plus 2 knock-off overleven. Oftewel een low kick als deze dat heeft. Blijkt sneller te zijn dan de Weavile. We zien Focus Ice en de Choice Scarf ineens op de Weavile. Dus deze kan ineens voor Choice Scarf Ice Punches beginnen gaan. Geen Icicle Crash of Triple Axel. Gewoon 100% accurate Ice Punches. Ik snap deze, kan deze keuze zeker begrijpen. Maar nu kan Dragonite inkomen met een Extreme Speed. Kies voor normaal Sableye te gaan. Een goede switch hier. Natuurlijk geen effect op Sableye. Dus Sableye kan makkelijk voor een Toxic gaan. Op deze Garchomp hier, die hier inkomt. We zien inderdaad de Toxic op de Garchomp. Krijgt hij dan iedere beurt een beetje meer damage. Sableye recovert een beetje HP. Dankzij zijn leftovers kan switchen naar de Manabus. Om zeker van te zijn dat hij niet geurkweekt wordt. We zien de steltrok van de Garchomp. Dus Manabus kan eventueel voor een default gaan hier. Salamence komt in. Salamence is natuurlijk ook heel scary. Kan eventueel een Dragon Dance set zijn, kan special zijn. Salamence heeft veel opties. Met Dragon Dance is natuurlijk wel vervelend voor de Manabus, omdat Manabus eventueel kan, ervoor kan zorgen dat deze kan, wat is het woord, kan foulplayen. Maar we zien de Moxie set, dus de Weavile gaat wat moeten doen. We zien Duo Wingbeat uitkomen, dus waarschijnlijk een Double Scarf variant. Malamar komt in. We zien Knockoff, dus dat deze Scarf toch al weg is. Dus dat betekent dat Hydreigon kan inkomen. Dus we zien nog eens een knock-off en Malamar is sneller. Dus dat betekent dat deze Malamar zelf een Scarf variant was. Duo Wingbeat, nog altijd geen miss. Weavile komt in natuurlijk met de Scarf Ice Shard nu. Dragonite kan altijd makkelijk inkomen met de Extreme Speed. Dus nu moet je natuurlijk een keuze maken. Ik ga voor de Extreme Speed. Ik had eventueel eerder Hydreigon gesackt. Omdat ik dan Manabus kon inswitchen. Als deze foulplay heeft natuurlijk, kan deze iets doen. Als deze geen foulplay heeft, is dat natuurlijk waarschijnlijk wel GG. We gaan eens zien wat deze Manabus heeft. Want kies ervoor om zijn Hydreigon te sacken. Deze Manabus. We zien Extreme Speed uitkomen. Niet te veel damage op Manabus. Dark Pulse. Dan had ik nog altijd wel de Manabus gehouden. Al was ik nu kan eigenlijk geswitcht worden naar Garchomp. Om dan terug geswitcht te worden. Om er zeker van te zijn dat mijn Dragonite kan outragen. Ja, dus daar komt de Garchomp. We zien nog eens een Dark Pulse. Niet te veel damage met de Toxic. Doet ook niet zoveel. Ik denk zelf beter dat foulplay misschien een beter play was op dit moment. We zien de Stone Edge natuurlijk wel. Stone Edge hit heel hard. Gaat nog eens voor de roost. Gaat voor een miss moeten hopen. Want deze Manabus moet healthy blijven voor de Dragonite.
Zie nog een Stone Edge en de Manabus is neer. Goed gespeeld van beide spelers. En zoals eerder vermeld, eigenlijk zijn al deze vier types super, al deze drie types super offensief. Dragon is offensive, Dark is offensive en dan ook de Fighting is offensive. Dus we gaan gewoon direct gaan naar game 3. Het is 1-1. En we zijn hier. De uiteindelijke battle die gaat precies wie dat er hier gaat winnen. En we zijn hier. Uiteindelijk met die gaat precies wie dat er hier gaat winnen. We hebben hier in de linkerhoek hebben we Sebastian met zijn Fighting Type team. En in de rechterhoek hebben we Jorrit met zijn Fighting Type team. Jorrit blijkt hetzelfde team mee te gepakt te hebben. Maar Sebastian heeft een paar aanpassingen gedaan aan de zijne. Heeft allereerst een Halucha mee. Zelf ook mee. Hij heeft Pangoro. En het meest interessante. Hij heeft eigenlijk alle drie de swords mee. Maar geen Keldeo. De Keldeo zit aan de overkant. Dus interessant. Virizion kan physical of special zijn. Heeft ook wel wat optie met Air Slash natuurlijk nu ook. Terrakion, altijd een goede physical man om hard te mappen. En zoals even met Cobalion is altijd wel de flying resist kind of. En de fairy resist kind of. Omdat natuurlijk steel typing. Hè. Dus we gaan gewoon direct eens zien wat er hier gaat gebeuren. We gaan bekijken. Ja, ze stellen hier de vraag of je meerdere teams mocht maken. En dat mocht. En we zien de Keldeo uitkomen. Keldeo gaat voor de Hydro Pump. Je haalt de Cobalion net niet neer. Cobalion kiezen voor de Thunderwave te gaan. Een heel goede play die ervoor zorgt dat natuurlijk Keldeo altijd trager gaat zijn. Gaat voor de Steltruck zelf ook nog eens. Ook heel goede play, zodat hij zeker is dat er enkele iedere keer dat Jorrit zou switchen, dat er wat damage wordt genomen. Gaat voor de Iron Head. Nog een beetje damage. Kiezen voor deze Cobalion te sacken, omdat je eigenlijk toch niet veel switchen hebt. Misschien dat hij zijn Virizion healthy wilt houden. Virizion zou nog wel een decent switchen zijn. Misschien dat hij geen Volt Switch heeft zelfs. Misschien is het een Taunt. Taunt Lead Set zelf. We zien de Hydro Pump toch uiteindelijk om neer te halen na een paar beurten van Para. We zien de Virizion inkomen. De Hard Halucha switchen. Ik denk niet echt dat dat de beste play was. We zien Reflect van Virizion. Oké, heel interessant. We zien de Taunt van Virizion, die nu ook nog sneller is dan Halucha. Dankzij zijn... dat een burn nog niet gek weer is. We zien zelfs dan ook nog eens Light Screen Acrobatics komt uit. Maar 57%. Oh, dit is heel gevaarlijk. Ineens achter deze screens wordt er ineens een heel gevaarlijk spelletje gespeeld. Nu Terrakje kan inkomen, kan makkelijk voor de Stone Edge gaan. Dus gaat moeten gaan naar de Buzzwall, omdat dat zijn enige defensive echte check is. Oeh, Terrakje gaat voor een soort zijn. Dus dit gaat heel veel pijn doen. Kiezen voor om te switchen toch. We zien de Drain Punch uitkomen van de Buzzwall op de Halucha. Doet niet te veel damage. Nu natuurlijk, Halucha staat achter screens. Dus dat is een teken dat deze Halucha misschien wel de game kan beslissen hier. Oeh, Jorrit kiest voor de bulk up te gaan. Toch misschien niet de beste play. Gezien dat nu deze Halucha voor een close combat ging gaan. De Herb kan activeren. En dat nu zijn Acrobatics zeker gaan pijn doen. We zien de Ice Punch toch 47%. Niet al te slecht. Maar wat doe je hier tegen nu tegen Halucha die alles outspeed? En die op plus 2 staat. Met de Rocky Helmet gaat net niet neer. Dus dat is een teken dat er toch iets van priority nodig is. Het enige dat kan inkomen is Cobalion. En Cobalion die gaat ook sterven aan een close combat. En met deze rocks gaat er niks van focus sessions kunnen zijn. De Scarf Keldeo kan zelf niet veel doen. En dit is, lijkt mij, een GG. Dit is goed gespeeld. Want geen enkele andere priority die ervoor kan zorgen dat eventueel Urshifu Aqua Jet kan hebben, waardoor er eventueel nog een kans is. Maar dit lijkt gespeeld te zijn. Dit was een heel goede bring van Sebastian met Virizion. Heel goed gespeeld. Ik ben zeer, zeer impressed. Ja, dit lijkt wel een goede wrap-up te zijn. We gaan gewoon een beetje doorheen. En we gaan dan zien. Jorrit wou proberen om de Citrus Berry te activeren door steeds zijn Halucha in te switchen. Om dan eventueel een Speed Tie te forceren. Maar zelfs in dat moment heb je nog altijd... Acrobatics zou de Terrakio niet hebben gekild. Close Combat wel. Misschien dat hij dan nog had kunnen winnen, maar Pangoro natuurlijk ook. Als deze zelf een berry had, een flying, anti-flying berry. Kan dat natuurlijk ook nog altijd. Maar goed gespeeld, Sebastian. Goed gespeeld, Jorrit. Maar de win gaat naar Sebastian. Hoop dat jullie mensen hiervan hebben genoten. En we zien jullie bij de volgende. Bye-bye.